De prijs zal altijd vroeg of laat te sprake komen. En wat ik wel eens probeer is de prijs vooraf geven. Dus mensen die krijgen vaak natuurlijk interesse in een product bij ons. En op een gegeven moment hebben ze het product gezien en dan vragen ze om de prijs. En dan zeg ik, nou, kost 30.000 euro. En dan zeggen ze, oh, wow, veel geld, oh, gaan we niet doen. Ik draai het ook wel eens om. Dan zeg ik het van tevoren. En dan zeggen ze, oké, wat leuk dat je er bent. Ik zeg, nou, dit product kost 30.000 euro. Dat gaan we niet doen, op veel geld. Als we dat hadden geweten, dan hadden we je een rit kunnen besparen. Dan hadden we nu geen afspraak hoeven hebben. Ik heb ze allemaal al gehoord. Geen probleem. Gewoon zelfverzekerd blijven, vol zelfvertrouwen blijven. Want je hebt een goed product. Jouw product is misschien wel 300.000 euro waard of 3 miljoen waard. Je moet er echt heilig van overtuigd zijn dat het product wat jij presenteert ontzettend veel waard is. Als jij niet met zelfovertuiging en zelfvertrouwen ervan overtuigd bent dat jouw product veel meer waard is dan dat jij ervoor vraagt, dan ben je niet verkocht aan je eigen product. Jouw product is niet oké, jouw product is niet leuk. Jouw product is geweldig en doet precies wat iemand wil. Of verwachting vervult de verwachtingen van jouw klanten. Je moet zorgen dat die overtuiging heel groot is. Hoe kun je nou een product verkopen waarvan je zegt, ja, dat is wel aardig. Zou je er 30.000 euro voor geven? Nee, zeker niet. Als een product 30.000 euro is, dan moet je denken, dit is een koopje. Dit is echt een koopje. Het is denk ik zeker 10-voudige, misschien wat 100-voudige waard. Zo moet je er overtuigd van zijn. Dus dat is heel belangrijk om in ieder geval te beseffen, die overtuiging. Op het moment dat je nou aan het begin die prijs noemt, dan zal iemand zeggen, oh, dat gaan we allemaal niet doen. Dat is veel te duur. Dan moet je gewoon weer bevestigen. Natuurlijk, dat begrijp ik. Het is ook veel te duur. Zijn ze een beetje verward. Het is ook veel te duur. Je hebt nog helemaal niks gezien van het product. Je weet helemaal niet wat het kan. Je weet helemaal niet of we hiermee wel jullie problemen kunnen oplossen. Natuurlijk is het te duur. Alles is nu te duur. Als ik er 5 euro voor had gevraagd, was het misschien nog te duur. Als ik er 500 miljoen voor had gevraagd, was het ook te duur. Het is sowieso te duur, want je weet nog niks. Simpel. En het voordeel hiervan is, van deze strategie, is dat je dus nu prijsbezwaar wegkrijgt. Prijsbezwaar gaat in ieder geval vast inwerken, want vroeg of laat krijg je het prijsbezwaar. Of na 1 minuut, of na 50 minuten, of na een half uur. Je kan hem ook vroeg doen. Dus dat die prijs kan vast op ze inwerken en nu kan je gewoon rustig je presentatie geven. En je kunt er alle dingen in highlighten die iemand nodig heeft, die iemand zoekt, waar de behoefte zit. En zij denken, nou ja, als het 30.000 euro kost, dan moet het dat ook wel kunnen. En dan laat je dat ook zien. En dan zeg je, van, nou, dan kunnen we zo doen, of kunnen we zo maken, of dan doen we deze module erbij, of dit product pakken we erbij. Snap je, je kunt die 30.000 euro echt wel verklaren in je verhaal daarna. Dus het is een keuze. Je kunt zeggen, ik doe de prijs aan het einde, maar je kunt het ook gewoon eens omgooien. En dan verspil je de 10. Weet je wel? Dan zeg je, weet je wat, de komende 50 of de komende 100 bellers, die ga ik van tevoren zeggen, hey, goedemorgen, ik heb een product, kost je 50.000 euro. Om, weet ik wat, om je back-office te optimaliseren, om minder offertes te maken, om, snap je? Big claim, met een prijs, oh, wat kost het dan wel niet? Bam. Oh, veel te veel geld. Dat snap ik heel goed. Ik snap heel goed dat het veel te veel geld is. Je weet ook nog veel te weinig van ons product. Je weet helemaal niet eens of het jullie problemen kan oplossen. Natuurlijk is het dan te veel geld. Ik geef je groot gelijk zelfs. Ik vind het te veel geld. Snap je? Bevestig het. Bevestig gewoon dat als iemand zegt te veel geld. Bevestig sowieso elk bezwaar. Hè? Als iemand een bezwaar maakt, altijd bevestigen. Ben ik met je eens? Begrijp ik. Ik begrijp dat het te duur is. Want ze weten vaak gewoon te weinig van je product. Want op het moment dat ze net zo overtuigd zijn van het product zoals jij, zijn al die bezwaren weg. Te duur? Nee joh, het product is 300.000 euro waard. Ik verkoop het voor 30.000. Het is een koopje. Snap je? Die overtuiging bij jou is cruciaal. Je kunt niet het product verkopen waar je niet achter staat. Je moet achter dat product staan. Je moet zeker alle details van het product weten. Je denkt, dit zit erin, dat zit erin, dat. Zit er allemaal bij. En dan vragen we maar 30.000 euro voor. Snap je? Zorg voor de overtuiging. Zorg ervoor dat als iemand zegt, het is veel te duur, het is veel de prijs is te hoog, weet ik wat. Zorg ervoor dat je het eens een keer omdraait. Zorg eens een keer dat je zegt, weet je wat, ik ga eerst die prijs opgooien, dan pas ga ik hem verklaren. En als iemand zegt aan het einde van de rit, oh, dat is veel te duur, dat gaan we allemaal niet doen, dan hebben ze waarschijnlijk niet genoeg in kaart, in beeld, wat jouw product allemaal gaat oplossen. Want jouw product geeft er oplossingen. Als jouw product oplossingen geeft en het is 10 keer zoveel waard, of misschien wel 100 keer zoveel waard, dan kan het nooit te veel geld zijn. En in ons geval, wat we met die 30.000 euro doen, als iemand zegt, dat is te veel geld, vaak is het niet te veel geld, vaak hebben ze het geld niet. Of hebben ze het geld op dat moment niet beschikbaar. Dan zeggen we, weet je wat, dan financieren wij een gedeelte. Of dan doen we het in delen, die 30.000 euro gaan we terugbrengen, nou 10.000, 10.000, 10.000. We leveren eerst het product voor 10.000, dan weer voor 10.000, dan weer voor 10.000. Of we leveren in één keer die 30.000 euro aan productwaarde, maar we gaan financieren over 6 maanden.
Snap je? Als een bedrijf echt problemen oplost, dan is het dat voor het bedrijf ook waard. En dan kunnen ze linksom of rechtsom het geld echt wel lospeuteren. Als iemand niet eens een kleine aanbetaling kan doen, als iemand niet eens een verplichting van 3 maanden of 6 maanden aan kan gaan met je, dan hebben ze waarschijnlijk veel meer financiële problemen dan jij nu weet. En dan is het misschien ook verstandig om te polsen van, hé, waar zit het nou echt? Is het nou echt de cashflow? Of is het bedrijf al zo ver ten onder dat ik eigenlijk gewoon aan een zinkend schip bezig ben en dat ik misschien gewoon mijn spullen moet inpakken en moet gaan? Kijk er goed naar. Maar prijs is verzonnen. Prijs is verzonnen. Want het zijn diezelfde mensen die zeggen, oh, het is veel te veel geld, maar wel een nieuwe keuken thuis laten plaatsen voor 15.000 euro. Het zijn dezelfde mensen die zeggen, oh, wat een hoop geld. En 2 weken later, oh, een nieuwe auto. Oh, ik ga een nieuwe auto kopen. He, die zetten een nieuwe auto van 30.000, 40.000 euro voor de deur. Maar die zeggen volgens wel, oh, 30.000 euro voor jouw pakket. Oh, veel te duur. Geld is maar een ruilmiddel. Geld is verzonnen. Geld is maar geld. Probeer goed die waarde aan te geven van jouw product, de oplossingen die je brengt. En je zult zien dat als je dat goed doet en het gewoon met iemand instemt op het moment dat ze zeggen, ik vind het te veel. Natuurlijk begrijp ik goed dat je te veel vindt. Je weet nog veel te weinig van ons product. Je weet niet eens of het wat gaat oplossen. Natuurlijk is het te veel geld. Zorg ervoor dat je mee in het gesprek gaat met je prospect. En laat ze niet doen. En doe ze niet voor als iemand die onzin uitpraat. En ga er overheen met, dat is helemaal niet te veel geld. En het is hartstikke goedkoop. En zorg dat je op één lijn komt met je koper, met je prospect. En dan gaat het goed komen.